Welkom, beste kijker, bij Het Gesprek. Deze week aan tafel Koen Pelleriot, de topman van het gemeenschapsonderwijs. Een man die vrij uitspreekt over hoe het gaat met het onderwijs en de actualiteit natuurlijk, het debat over de hoofddoeken. Welkom Koen Pelleriot, de gedelegeerd bestuurder, als ik het zo officieel mag zeggen, van het gemeenschapsonderwijs of de topman of whatever. Sinds een dik jaar nu bezig, hè, als opvolger van Raymonda Verdijk. Wat denk ik geen eenvoudige opdracht was, want dat waren serieuze schoenen om over te nemen. Absoluut. En Raymonda heeft het ook 14 jaar gedaan. Dus dan heb je toch ook een zekere ervaring. Dus dat was zeker grote schoenen om in te stappen. Dat is absoluut waar. Maar ik denk dat het laatste jaar eigenlijk ook wel goed gelopen is. Er is veel gebeurd natuurlijk. Er was ook veel onderwijsactualiteit. Maar het GO heeft toch ondertussen in dat jaar toch ook een beetje vooruitgang geboekt. Ik wou net vragen, hoe gaat het eigenlijk met het gemeenschapsonderwijs op dit moment? Als je op de cijfers kijkt, gaat het eigenlijk wel goed. Omdat ons marktaandeel is een beetje gestegen. Een beetje toch, van 18,6 naar 18,8% marktaandeel. Maar dat is eigenlijk gebeurd, en dat maakt het heel moeilijk, dat is eigenlijk gebeurd in een stijgende markt. Het aantal leerlingen totaal in de Vlaamse gemeenschap is toch nog serieus toegenomen. Ja, in alle netten. Hè? Alle netten, absoluut. In alle netten. Het neemt eigenlijk overal toe. Dat heeft te maken met die demografie. En in een stijgende markt, uw marktaandeel vergroten, geeft natuurlijk capaciteitsproblemen. Hè. In Antwerpen, in Brussel, in Gent, veel capaciteitsproblemen. Dat is toch een issue. Ja, waar we bijna dagelijks hier ook in het parlement horen over klagen of het zoeken naar oplossingen. Nu, dat is wel zo, dat onderwijslandschap in Vlaanderen, die koepels, die netten, samen met het katholiek onderwijs, u hebt eigenlijk bijzonder veel macht, hè? Dat hangt er puur vanaf natuurlijk hoe dat de politiek functioneert en hoe dat de politiek wilt werken. Hè. Het is wel zo dat het makkelijker is voor ministers van onderwijs om samen te werken met de onderwijsverstrekkers, ook trouwens met de vakorganisaties. Ja, ze zijn bijna verplicht om dat te doen. Hè. Ja, onderwijs is eigenlijk wel een beleidsdomein, er zijn er nog, maar onderwijs is ook toch een beleidsdomein waar dat je dat samen moet doen met de sociale partners. En deze minister doet dat ook. Hij roept ons zeer regelmatig samen. Ook de onderwijsvakorganisaties, ook de verstrekkers. Wij worden regelmatig toch samengeroepen. In goede en in kwade dagen. Absoluut, zowel in corona als in andere tijden. Ja. Nu, over dat andere net gesproken, het katholiek onderwijs. Lieven Boeven, uw collega, kan u goed met hem opschieten? Werken jullie goed samen? Ja, absoluut. Ook trouwens met de andere onderwijsverstrekkers. Er is ook ik vergeet natuurlijk even de andere. Juist. Maar eigenlijk zijn we met een vijf mensen, want we nemen ook het overleg van de kleine onderwijsverstrekkers nemen we ook mee. Dat zijn de mensen van de Steinerscholen en zo. Ja. Dus die nemen we mee. Plus steden en gemeenten. Steden en gemeenten en de provincies nog. Ja. Een beetje dus, nog provincies. Ja. Maar dan zijn we toch met vijf. En wij komen ook met vijf regelmatig samen. Dat is één keer om de twee weken of zo, dat we samen komen, waar dat we toch de typische problemen van de onderwijsverstrekkers samen bespreken. Ja. Dus wij komen goed overeen. Het enige verschil met de anderen is misschien dat u iets strakker in de politieke organisatie zit, want u moet iets meer verantwoording afleggen, denk ik, aan het Vlaamse parlement dan bijvoorbeeld het vrije onderwijs. Ja, wij zijn het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Absoluut. Het is wel zo dat bij de staatshervorming, de derde staatshervorming, 88-89, het Vlaams parlement beslist heeft om een heel grote afstand te creëren tussen de dagdagelijkse politiek en het gemeenschapsonderwijs. Ja, in verschil met het vroegere Rijksonderwijs bijvoorbeeld. Absoluut. Hebt u het idee dat de politiek inderdaad minder strak op u toekijkt of u wat minder sterk in de greep houdt? Dat is ook zo, omdat wij hebben een verkozen raad. Dus het hoogste orgaan in het gemeenschapsonderwijs in het GO is een verkozen raad. Daar zitten 15 mensen in. Die 15 mensen worden verkozen. En die zijn eigenlijk mijn baas. Ja. Ik bedoel, die evalueren mij. Daar moet u verantwoording tegenover afleggen. Die evalueren mij jaarlijks. Die stellen mij aan en die ontslagen mij. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn baas. Ja. Ik heb eens gekeken naar die raad van het gemeenschapsonderwijs. Als ik het zo bekijk, in uw schoolpopulatie, het is heel divers samengesteld, uit alle bevolkingsgroepen, laat maar zeggen. Die raad leek mij nogal heel wit te zijn. Dat is waar.
Dat is waar en dat is eigenlijk waar... Dat is een beetje een tegenstelling, hè, met het publiek en dan degene die erover moet beslissen. Ja, dat geldt voor heel veel organisaties. Het is nog altijd moeilijk om mensen te vinden. En het zijn, ja, die 15 mensen worden verkozen. Hè. Dus dat zijn verkiezingen die moeten opkomen. En het zijn dan de lokale schoolraden. Elke school van het GO heeft een schoolraad. En het zijn die mensen die moeten kiezen. Dat is eigenlijk het, ja, het kiespubliek. Ja. Dus dat is niet evident. Het is anderzijds natuurlijk ook logisch dat ouders, leerkrachten de raad kiezen van het GO. Dat is logisch. Maar bon, ja, het is niet makkelijk natuurlijk voor bevolkingsgroepen om daarin te geraken. Nee. Hè? Vaak wordt gezegd het vrij onderwijs grotendeels, ja, dat is het katholiek onderwijs. En het gemeenschapsonderwijs, dat is dan voor de vrijzinnigen. Klopt dat nog? Wij staan eigenlijk voor iedereen open. Hè. Wij bieden de 5 erkende godsdiensten aan, plus natuurlijk niet-confessionele zedeleer. En dan zijn er ook nog mensen die een vrijstelling vragen. Dus wij bieden eigenlijk de verschillende aan. En wij willen ook echt openstaan voor elke levensgezindte. Ja, daar komen we nog later op terug, denk ik. Vorige week hebt u het jaarverslag hier moeten, willen komen presenteren met in het Vlaams parlement. Ik haal daar enkele opvallende dingen uit die ik gelezen heb. Onder meer, ja, corona, u bent midden in corona in de woelige baren in de boot moeten stappen. Het is nu voorbij, zegt iedereen. Maar de impact is nog voelbaar? Ja, dat is zo. Hè. Er is leerachterstand opgelopen en de scholen zijn hard aan het werken om dat proberen in te halen. Die leerachterstand, dat is onmiskenbaar. Ja, ja, absoluut. Dat is onmiskenbaar, die is er. Ik denk ook niet dat we daar flauw moeten over doen. Als je leerlingen een half jaar geen les geeft, heb je leerachterstand. Want wat zouden die scholen anders doen? Allee, ja. Uiteraard is er leerachterstand. Ja, terwijl anderen soms zeiden van, ja, maar dat lossen we allemaal wel op. Dat is zo erg allemaal niet dat... Er zijn serieuze groepen, denk ik, die er hard tegen moeten boksen hebben. Wij hebben in Vlaanderen, in de Vlaamse gemeenschap, net als trouwens alle West-Europese landen, hebben we ervoor gekozen om die achterstand te proberen inhalen. En terecht, ik begrijp, dat is een goed idee. Er zijn landen in Zuidoost-Azië die gewoon gezegd hebben, het secundair onderwijs duurt een half jaar langer. Hè. Ja. Omdat men goed genoeg weet, en dat is ook logisch, dat een half jaar, je laat geen kinderen een half jaar gratis thuis. Hè. Dat zou hier ondenkbaar zijn natuurlijk. Tuurlijk, dat is een heel moeilijke positie, ik begrijp dat. Maar het toont toch aan dat als je een half jaar die jongeren niet naar school laat gaan, gelukkig hebben we het lager onderwijs niet moeten sluiten. Ja. Maar daar is natuurlijk ook een stuk achterstand opgelopen wegens afwezigheid leerlingen. Maar bon, in het secundair onderwijs zijn er toch ook een stuk thuiswerk geweest. Maar is het dan slim van sommigen om te zeggen, we moeten die lat zo hoog mogelijk blijven leggen, als je weet dat er toch achterstand is opgelopen, ja, dan haal je tijdelijk die lat of die meet toch niet? Dat is waar. Je moet natuurlijk je best doen en proberen. Hè. En ik denk dat dat eigenlijk de bedoeling is. Je moet zoveel mogelijk van die achterstand proberen goed te maken. Dat is zo. Maar zeggen dat er niets gebeurd is, is ook niet correct. En dat zullen dan de hogescholen en de universiteiten de volgende jaren wellicht merken aan de nieuwe instromers, dat er hier en daar wel wat hiaten zullen zijn. Ja, maar ook zij hebben achterstand opgelopen natuurlijk. Hè, want ook aan de universiteit heeft men een tijd de lessen moeten schorsen. Is men 100% in afstandsonderwijs moeten gaan. Dat zijn schakelingen, ook voor universiteiten, ook voor hogescholen. Ja. Dat is niet zo makkelijk om dat soort schakel te doen. Ja, dus die knik zullen we ook in het onderwijs een tijdje blijven voelen en zien, wellicht. Ik ben daarvan overtuigd, ja. Natuurlijk, voor een stuk moet dat ook opgelost worden in de arbeidsmarkt. Hè. Er is ook navorming van mensen die al te werk gesteld zijn. Hè. Er is ook, ook dat kan in Vlaanderen beter nog. Ja. Dat stuk tijdens de beroepsloopbaan mensen nog kunnen bijstuderen. Ja, zeker, want dat mooie idee van levenslang leren, zover staan we daar ook nog niet echt in. Dat klopt. Hebben we iets nieuws geleerd in corona? Ja, hybride lesgeven. Hè. Dus we konden, we mochten niet naar de school of niet naar de klas. En dan via de pc. Ja. Is dat de toekomst? Wij maken graag het onderscheid tussen afstandsleren, wat dat een effectief jonge mensen zijn die thuis blijven en die op afstand les volgen. Enerzijds en anderzijds hybride, waar dat je toch ook werkt met elektronisch leermateriaal. Maar dat kan natuurlijk binnen de gebouwen van de school. En ook onder toezicht van leerkrachten. Wij denken eigenlijk dat het niet goed is om heel jonge kinderen
veel thuis te laten studeren. Dat heeft niet zo heel goed gewerkt. Nee, want ik had hier vorige week nog de kinderrechtencommissaris die daar ook voor waarschuwde van let op aan sommige groepen. Ja, het recht op onderwijs moet ook wel ingevuld worden natuurlijk. Ja, nog onafhankelijk van het feit dat je het ouders ook niet zo makkelijk maakt als je heel jonge kinderen gaat zeggen dat die thuis moeten werken. Dan heb je natuurlijk opvang nodig. Ja. Als dat bij twee verdieners in Vlaanderen zal dat toch ook niet zo evident zijn. Ja, en stel je dan voor in een situatie waar iedereen op de duur en thuis telewerkt en de kinderen ook nog eens thuis zitten, ja, dat is onhoudbaar. Dat is niet echt een handig model, denk ik. Dat is zeker niet. En ik denk ook bovendien, gewoon ook omwille van het leren zelf, het is belangrijk. En wij gebruiken dat ook in ons strategisch plan. Het is handig. Samen leren is ook nodig. Hè. Wij willen ook jonge mensen laten samen leren. Het is geen individueel gebeuren. Nee, het is geen individueel gebeuren. Je wilt natuurlijk ook jonge mensen leren om achteraf in een samenleving samen te leven. Ja, en dat dus doe je in een klas, in een leren. Groep en niet als je alleen maar thuis zit. Uiteraard. Goed. Sommigen zeggen, ja, dat hybride leren, dat is wel een handig middeltje om het huidige lerarentekort op te vangen. Hè. Dan heb je minder leerkrachten nodig die dan een computermodelletje kunnen maken of standaard lessen en iedereen kan die dan volgen. Ik geloof dat niet. Ik denk dat we veel leerkrachten en meer leerkrachten nodig hebben, omdat de Vlaamse gemeenschap is ook een relatief klein taalgebied. We kunnen een stuk samenwerken met Nederland, hè? Akkoord. Maar het is toch een relatief klein taalgebied. En het probleem van dat hybride leren is niet die elektronische platformen. Want uiteindelijk kan je die kopen. Je kan werken met Google Classroom. Je kan werken met Microsoft producten. Het is geen enkel probleem om dat te doen. Wat het probleem is, is de inhoud. En natuurlijk moet je op een bepaald ogenblik, als je hybride wilt leren, ook binnen de muren van de school, heb je natuurlijk lessen Duits vanuit het Nederlands nodig voor dat vijfde jaar. Ja. En iemand moet die content wel maken. Ja. En het is dat het probleem is. Het probleem is niet zozeer die platformen, waar dat je dan heel snel... Ik denk wel dat het beroep van leraar kan veranderen en dat er ook een deel van de leerkrachten of een deel van die mensen hun tijd kan besteed worden aan het mee ontwikkelen van dat materiaal. Want velen hebben noodgedwongen dan moeten leren hoe ze via de computer moeten lesgeven natuurlijk. Hè. Goed. Absoluut. Wat ik ook gelezen heb, is de besparingen. Letterlijk in het rapport staat, het gemeenschapsonderwijs krijgt niet de mogelijkheden om zijn grondwettelijke opdracht te vervullen, neutraal onderwijs aan te bieden en de vrije keuze te waarborgen. Ik dacht, oei, dat is serieuze kritiek. Ja, in principe is eigenlijk de afspraak die in 1958 in het schoolpact gemaakt is, dat je een basisschool moet kunnen vinden, een neutrale basisschool moet kunnen vinden op 4 kilometer van je deur. Als je vandaag... Nee, dat zal niet lukken waarschijnlijk. Er is geen officiële school op 4 kilometer van ieders deur. Dat is gewoon niet het geval. En als je dan gaat kijken naar een aantal richtingen die toch dun bevolkt zijn, of ik denk, wij hebben 2 scholen die land- en tuinbouw geven, dat is niet binnen de 20 kilometer. In het secundair geldt de regel 20 kilometer. Dat is niet binnen de 20 kilometer van ieders deur. Mm-hmm. Dus wij moeten toch een beetje zeer goed nakijken waar we ons geld inzetten, welke scholen we bouwen, wat we daarin aanbieden, wat dat de vraag is van mensen, dat is toch niet evident. Nee, en dat wil tegelijk zeggen dat de Vlaamse overheid dan te weinig middelen op tafel legt voor. Wij zouden liever hebben dat voor wat betreft de opdracht die het gemeenschapsonderwijs eigenlijk heeft, namelijk neutraal onderwijs bieden voor iedereen die dat wenst, vinden wij wel dat daar eigenlijk meer middelen zouden moeten zijn die we op dit ogenblik niet hebben. Ja, ik gooi er even de actualiteit bovenop, de stijgende energieprijzen. Ja, vele scholen klagen, ja, wij kunnen gewoon de facturen niet meer betalen. Hè? Nee, als we nu gaan vergelijken... Nu, het is ook zo, dat moeten we ook zeggen, dat de regering heeft inspanningen gedaan om een stukje financiën bij te leggen. Maar het stukje dat erbij gekomen is, dekt niet de meerkost van onze facturen. Nu, wij hebben natuurlijk precies hetzelfde dan dat de gezinnen vandaag in Vlaanderen hebben. Die stijgende kosten zijn voor scholen natuurlijk, die komen ook gewoon binnen. Ja, en als je dan in de winter ook omwille van COVID vaak nog moet verluchten en ramen openzetten, ja, dan stook je het allemaal buiten natuurlijk. Ja, dat klopt. En daar heeft de regering een deel van gecompenseerd, maar helemaal niet voldoende. En als we dan een stapje verder kijken naar ook schoolgebouwen, de moderne tot daar aan toe, maar er zijn er veel ouderen. Ja, als je die wil klaarkrijgen voor de toekomst, energie neutraal enzovoort,
Ik las dat u ergens zegt, de dotatie is nu 72 miljoen, dat zou 415, dat ja, is maal 5, maal 6. Ja, er wordt nu ongeveer 1/6 van de nood gedekt. Dat is ook de reden natuurlijk waarom dat veel schoolgebouwen eigenlijk niet in orde zijn en niet oké zijn. Hè. Ja. We hebben die helemaal in kaart gebracht. Dus zowel de buitenschillen, dak, die zijn volledig in kaart gebracht. En als we de noden optellen, zitten we ongeveer met een dekking op dit ogenblik van 1 op 6. Ja, dat is natuurlijk een serieus probleem. Een ander punt dat hier ook vaak aan bod komt, is het beruchte leraren- en directeurentekort. Iedereen weet dat dat niet op korte termijn kan worden opgelost. Doet minister Weitz genoeg volgens u? Ik denk dat er wel inspanningen gebeurd zijn, maar dat we meer moeten doen. Bijvoorbeeld, een van de maatregelen op korte termijn was die anciëniteit. Er zijn nu eenmaal veel mensen, of relatief wat mensen op de arbeidsmarkt, die eigenlijk als laatste job voor ze met pensioen gaan, toch graag ook zouden voor de klas staan. Ja, als je die anciëniteit niet kan meenemen, is het financieel verlies voor die mensen zo groot dat wij niemand kunnen overtuigen om dat te doen. Terwijl dat wij eigenlijk het ook belangrijk zouden vinden om die instroom in het lerarenberoep te krijgen. Omdat natuurlijk een heterogener lerarenkorps is plezant. Het feit dat die mensen ervaringen van op de arbeidsmarkt meebrengen. Ja, en ook de ervaring natuurlijk van op de andere beroepen, andere sectoren die in scholen worden gebracht, dat is verrijkend. Ligt daar volgens u de oplossing? Want natuurlijk, je kan niet meteen dat lerarentekort aanvullen door te wachten tot er voldoende doorstroming is, maar van die hoek meer mensen in het onderwijs te krijgen. Dat is een deel van de oplossing. Een ander deel van de oplossing heeft ook te maken met de opleiding. Dat is dat vroeger... Vandaag is eigenlijk het geval, als je het nu goed gedaan hebt in het ASO en je hebt op een gemiddelde manier het ASO, dan gaan de mensen naar de universiteit. Iemand die zijn ASO op een gemiddelde manier gedaan heeft, die probeert een richting op de universiteit te doen. Dat leidt er eigenlijk toe dat in onze normaalscholen, de hogescholen, dat daar minder kandidaten zitten. Maar de mensen met een universitair diploma worden in onderwijs enkel ingezet in de laatste graad van het secundair, de laatste 2 jaar van het secundair. Dus die mensen die ervoor kiezen om naar de universiteit te gaan door de democratisering van de universiteit, we verliezen die voor onderwijs. Deel wel, hè? Ja. En wij zouden graag die mensen uit die... verspreiden. Ja, wij zouden graag die mensen uit de hogescholen houden. Uiteraard willen we die houden. Maar we zouden ook graag daarnaast een universitaire opleiding hebben, omdat je daardoor dan ook een soort influx krijgt in het lerarenberoep. Ja. Wat vaak bijna in één adem genoemd wordt, is dan: de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen gaat achteruit. Akkoord? Ja, daar is geen discussie over. Als we gaan kijken naar de PISA-resultaten, de PISA-resultaten gaan voor een stuk dat achter... Dat zijn de internationale vergelijkende cijfers. Ja, dat zijn internationale vergelijkende cijfers. Maar je ziet ook, want we doen die sinds 2000... En je ziet natuurlijk ook dat we sinds 2000 een stukje dalen. Die meten wiskunde, die meten wetenschappen, die meten Nederlands, die PISA-toetsen. Maar op die drie punten gaan we eigenlijk sinds 2000 een stukje achteruit. Is het daarom dat u zegt, we willen die ook in Vlaanderen doorvoeren, dat soort toetsen rond Nederlands en wiskunde enzovoort? Ja. De centrale toetsen, of hoe moeten we het noemen, de Vlaamse toetsen. Zou dat een oplossing kunnen zijn, maar wat zijn we dan aan het meten? Wel, wij zijn daar wel voorstander van. We zijn daar voorstander van om die toetsen effectief door te voeren zoals vandaag in het regeerakkoord staat. En dat de minister is daar ook mee bezig. Wat dat voor ons heel belangrijk is, dat is het argument tegen de toetsen dat men vaak gebruikt. Dat is van, ja, maar dat is maar een thermometer. En het enige wat je gaat zien, is natuurlijk dat de resultaten achteruit gaan. Maar dat weten we al, dus waarom wil je dat dan doen? Goeie dat vraag, is eigenlijk het argument. Maar het argument dat daar tegenover staat, is eigenlijk van, ja, maar die toetsen die we vandaag meten met PISA bijvoorbeeld, dat zijn 5000 leerlingen die daaraan deelnemen. Die centrale toetsen nemen alle scholen deel. En dan krijg je natuurlijk een resultaat per school. En dan kan die school toch zien, oei,
Ja. Mijn resultaat is toch veel slechter dan vergelijkbare andere scholen. Het is toch een soort wake-up call. Het is een soort spiegel dat voorgehouden wordt. Maar vele scholen hebben er ook schrik van natuurlijk, want dan wordt het een ranking. Eventueel waar je dan de goede en de slechte scholen kan uithalen. Ja, maar de visie van het beleid vandaag, van het onderwijsbeleid vandaag, is dat die resultaten moeten meegedeeld worden aan de school, maar dat we die niet gaan heel publiek maken. Dat is niet de bedoeling. Dus die rankings is niet de bedoeling. Het is vooral de bedoeling om de school een spiegel voor te houden en te zeggen van kijk, gegeven uw publiek, gegeven uw aanbod, zit je veel hoger of zit je lager dan het gemiddelde. Maar gaat dat ook niet nog meer druk leggen op scholen en ook op leerlingen? Om nog harder te presteren dan ze nu doen. Het probleem in Vlaanderen met die dalende kwaliteit is natuurlijk dat er een relatief grote... We denken dat er een grote diversiteit is tussen scholen. Dat de ene school is, de andere niet. Mm-hmm. Maar dat is een goede zaak, aan zich. Ja, maar ik bedoel dat in termen van kwaliteit. En het is dan wel belangrijk om te zeggen, de scholen die goed bezig zijn van te zeggen, alsjeblieft, doe zo voort. Maar er zijn ook scholen die misschien wat in slaap geraakt zijn, die moeten werken aan hun kwaliteit. En we gaan het gemiddelde in Vlaanderen vooral omhoog trekken door de scholen waaraan moet gewerkt worden, door die omhoog te trekken. Veel leerlingen, denk ik, de laatste tijd, als je dat zo hoort, vooral in het beroepsonderwijs, om het zo maar te zeggen, die voelen zich daar heel ongelukkig bij. Die denken, wij zijn toch maar de sukkeltjes in het hele straatje. Ik vroeg me af, hebt u toevallig het gedicht van die Antwerpse stadsdichter Ruud Lassers gelezen? Ja, mooi, ik heb het gelezen. Het is een zeer mooi gedicht. Was dat een kritiek op het onderwijs? Nee, toch? Ik denk nu niet dat dat een kritiek op het onderwijs was. Het is een beetje een kritiek op de hele samenleving die eigenlijk bepaalde competenties, cognitieve competenties, zeer waardeert en andere veel minder waardeert. Die A en die B instroom. Ja, men waardeert een burgerlijk ingenieur toch of een arts toch meer dan een loodgieter. Maar dat is geen probleem. Dat is een belangrijk probleem. Maar dat is geen probleem dat je in onderwijs oplost. Dat is eigenlijk een waardering die de maatschappij aan het ene en het andere beroep geeft, maar dat is niet iets wat men in onderwijs kan oplossen. Juist, want dat is een maatschappelijk iets. Ja, want we hebben niet alleen mensen met veel verstand nodig, maar ook mensen die serieus met hun handen kunnen werken. Denk maar als we zelf iets moeten verbouwen of de gootsteen verstopt zit. Samenlevingen zonder loodgieters ruiken een beetje vies. Ja, dat is ook zo. Een ander moeilijk probleem dat weer is opgedoken, daar gaan we weer. Ik denk dat u hetzelfde dacht, de hoofddoeken. Hè? Die klacht van jonge leerkrachten, stagiairs, die met hoofddoek niet voor de klas mogen verschijnen. U bent daar nogal categoriek in, hè? In het gemeenschapsonderwijs. Nee, voor ons kan dat niet. De positie van het gemeenschapsonderwijs wordt dus gemaakt door die 15 mensen in die raad. Dat is eigenlijk diegene die dat beslist. Dus het is ook niet dat ik die beslissing kan nemen, maar dat is een procedureel argument. Wat dat eigenlijk hier tegenover elkaar staat, zijn twee totaal verschillende rechten, denk ik. Er is het recht van individuen, die jonge vrouwen, ook andere individuen natuurlijk, om zich religieus te uiten. Dat is een belangrijk grondrecht. Ook een basisrecht, grondwettelijk verankerd. Dat is een grondrecht. Aan de andere kant, ook grondwettelijk verankerd, is natuurlijk het recht van ouders en leerlingen op neutraal onderwijs. Ja. En die twee rechten worden hier tegen elkaar of moeten tegen elkaar afgewogen worden. Ja. En het onderwijs is er wel voor de leerlingen en hun ouders, niet voor de leerkrachten. Ja, de vraag is natuurlijk die nu heel vaak opduikt in die debat. Je leest het overal in columns en bijdragen en noem maar op. Ja, maar dat begrip neutraliteit, dat klinkt goed, maar in de praktijk, niemand is neutraal. Ik ben dat niet, u bent dat wellicht ook niet. Ja, waar zijn we dan over bezig? Dat is waar, maar het gaat er natuurlijk over... Neutraliteit is niet alleen maar in het individu dat al of niet neutraal is. U, ik, al of niet neutraal, daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat ook over de perceptie naar degene waar tegenover je of waarmee je bezig bent. En het blijft toch ergens moeilijk, denk ik, om leerkrachten die een heel duidelijke uiting doen van een positie, je kan moeilijk dat helemaal wegcijferen tegenover die leerlingen. Mm-hmm. Als leerkrachten, ik heb ook het voorbeeld gegeven, als leerkrachten met t-shirts van Che Guevara zouden lesgeven, dat geeft toch een ideologische positie. Of van Schild en Vrienden.
Bijvoorbeeld. Dat geeft toch een duidelijke ideologische positie. Ja. Nu, waarvan... Iedereen moet ook, denk ik, uw pedagogisch project of andere pedagogische projecten in de school onderschrijven. Dus dat is toch de maatstaf. Tuurlijk. En misschien toch niet hoe iemand er letterlijk dan uitziet. Dat klopt, maar het gaat ook over de perceptie die de leerling kan hebben. Ja. Of die de ouders van de leerling kan hebben. En er is natuurlijk in de grondwet, en dat hebben we nu eenmaal in 58 en 88 afgesproken, in de grondwet staat heel duidelijk in van kijk, er moet een neutraal onderwijs zijn voor die mensen die hun gading niet vinden in de rest van het aanbod. En er zijn heel veel van dat soort mensen. Er zijn ongetwijfeld mensen die vrijzinnig zijn. Er zijn ook mensen die een andere religie hebben dan de religies die courant aangeboden worden. Ja. Of die zich er... En ook die mensen moeten ergens terecht kunnen. Daarom heeft de grondwetgever heel duidelijk gezegd van kijk, er moet een neutraal onderwijs zijn. En dat neutraal onderwijs moet door de overheid gegeven worden. En die taak voeren wij uit. Ja, die voert u uit. Het enige dat je nog zou... We gaan die discussie niet overdoen, daar hebben we de tijd niet voor. En dat is ook de plek niet om het te doen. Het enige dat je zou kunnen zeggen is... Dat is dan wel jammer voor al die jonge moslimvrouwen, want zij worden nu geviseerd, maar mannelijke collega's, ook met een islamachtergrond, ja, niemand maakt zich daar zorgen over. Je zou dan kunnen denken, die zouden even geradicaliseerd of... kunnen zijn dan om het even niet anders. Dat is, dus je ziet het gewoon niet. Of misschien mensen die een andere relatief extreme overtuiging hebben. Maar in de neutraliteit is toch ook een belangrijk element de perceptie, de ontvanger van de communicatie. De perceptie van diegene die onderwezen wordt of de perceptie van de ouders. Ook dat is heel belangrijk. Ja. En als iemand een overtuiging heeft die niet geuit wordt... dan is er eigenlijk ook niet echt een probleem. Hè? Mm-hmm. Wat zou dan het probleem zijn? Ja. Het is toch het gevoel dat mensen kunnen hebben van... ja, kijk, ik word hier anders behandeld omdat hij het weet wat dat de overtuiging is. Ook binnen het gemeenschapsonderwijs lazen we nu naar aanleiding van die hele discussie... dat er ook wel scholen zijn die zich daar willen over bezinnen... en denken, ja, wij zien dat toch anders. Ja, maar u blijft bij uw standpunt. Dat is vanzelfsprekend. Er zijn 40.000 werknemers in het gemeenschapsonderwijs. Daar zijn in die 40.000 een enorme diversiteit. En daar gaan mensen zijn die een ander idee hebben. Het doet er ook niet toe wat dat ik eigenlijk als individu denk. De regel is dat die verkozen raad van 15 dat moet beslissen. En dat geldt voor mij en voor al die scholen. Ja. Bent u zelf voor of tegen dat hoofddoekenverbod? Maar eigenlijk maakt dat geen verschil. Ik zit er als ik zou hier nooit zitten als Koen Pellerio. Ik zit hier enkel maar omdat ik de vertegenwoordiger ben van het GO. Oké. Laten we daar mee eindigen. Misschien, we zijn begonnen met hoe gaat het met het GO? Ik wou zeggen, en hoe gaat het dan met de topman van het GO? Want er is blijkbaar ook wel wat kritiek gekomen op een aantal uitspraken en noem maar op. U krijgt een begeleidingstraject. Mijn voorgangster was in haar communicatie veel voorzichtiger dan ik. Ik heb dat nooit gedaan. En ja, er zijn wel een aantal mensen die nogal geschokt geweest zijn. Wat ik eigenlijk vooral heb willen zeggen, is dat onze leerkrachten wel degelijk echt wel heel, heel hard werken. Maar door die communicatie in dat leerkrachtentekort, dan is daar, heb ik een paar dingen te hard gezegd. Het leek alsof de leerkrachten niet ambitieus genoeg waren. Voilà, en dat is natuurlijk niet zo. Het enige wat dat ik wel heb willen zeggen, is dat er een diversiteit nodig is in, die leerkrachtenkorpsen. En dat het interessant is dat er mensen ook in die scholen zitten die uit andere milieus komen, die andere ervaringen meebrengen. En we hebben natuurlijk ook gewoon meer leerkrachten nodig, want het grootste probleem, dat hebben we nog niet gezegd, maar het grootste probleem in onderwijs is dat we te weinig leerkrachten hebben. Ja, en daar zullen we nog een stevige tand voor moeten bijsteken. Helaas zit onze tijd erop, maar we onthouden in alle geval dat u blijft pleiten voor dat neutrale gemeenschapsonderwijs, dat u daar sterk in gelooft. En dan kunnen we maar alleen hopen dat u de volgende jaren met veel plezier die topfunctie blijft uitoefenen. Bedankt voor het gesprek. Dank u wel.